De dames van FC Trias tegen Vios Beltrum. Met hier de eerste mogelijkheid die er direct in gaat. En dan is het 1-0 voor de dames van FC Trias. Die het goed doen in deze derde klasse. Derde klasse G. Staan op de eerste plek. Wat een rare bal misschien wel, waar de doelvrouw haast op verkijkt. Gaat op de lat. Goeie hokschop. Kopbal, die gaat over het doel heen. En nou, dat had een mooie geweest. Hij gaat voor het doel langs. Maar dit moet de 2-0 wel worden. En dat wordt hij ook. Trias op de eerste plek in deze derde klasse. Alhoewel Turbantia nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. 43 punten. En FC Trias 44 punten. Wat de Straalman die de 3-0 hier maakt. Doet Vios Beltrum dan nog iets terug? Ja, maar een goede redding van Anouk Vildens. En hier zit de keeper er helemaal naast. En gaat de 4-0 erin. Met een ruime overwinning voor de dames van FC Trias. Als hier nog een eretreffer wordt gemaakt. De eindstand 4-1.